Yo, what up? Het is je boy Demo. Je kijkt naar de nieuwe aflevering van Punch Out Battles The Judgment. En we gaan weer battles beoordelen van de kwartfinale. We komen steeds dichter bij de uiteindelijke finale en de uiteindelijke winnaar. Ik heb zoals altijd mijn juryleden bij me. Hier links heb ik Adi Montenegro en LD. En aan mijn rechterkant hebben we Kimo en Excellent. En de battle die we op dit moment gaan beoordelen is de battle van Jensel Krokker tegen Lix. Allebei beginnende battle MC's, dus ik begin dan ook gelijk bij een beginnende jurylid, LD. Wat vond je van dit? Dit was een poëtische battle. Daar bedoel ik mee, beide heren die goed met woorden waren, wordplay hadden, uniek waren, het was allemaal slim, weet je. Het was witty shit, maar het waren ook bars, dus het waren elkaar gewaagd. En het was gewoon, het was intellectual shit. Deze, ja, vond ik. Ik had zelf niet echt het gevoel, toen ik naar de battle keek, dat het twee eerste battelaars was. Hadden jullie dat ook? No fucking way, man. Nee. Het waren twee boys die nieuw binnenkomen, waren niet minder dan boys die vanaf 2001 al in Punch Out zitten en nog meedoen, bijvoorbeeld. Ja. Zonder meteen namen te doen of zo, whatever, snap je? Ja. Tuurlijk, Links heeft nog een paar dingen om uit te strijken. Maar het materiaal dat hij al heeft is super hot fire gewoon. Like for real. Links is erg gewoon. Ja. Links is erg. Hij heeft je hart al gelijk. Hij is fucking gewoon. Erg gewoon. Ja. Daar kan je niet omheen. Links is tering hard. Ja. Like really gewoon. Dus hij moet alleen even opletten dat hij clean is. Zijn shit goed memorized. Geen stommels, geen chokes. Dan heeft iedereen een koude probleem. Okay. Met deze man. Gerrit Jens wil krokken? Ook. Hetzelfde verhaal. Geen VJP ouders nodig. Wat? Nee, je begrijpt het maar. Nee, maar niet, maar hij is dope. Maar ze hebben de punchline niet. Nee, maar niet, maar Jensen is ook dope. Beetje andere level, andere manier, weet je wel. Een beetje vleugje Waldenburg ergens. Beetje Waldo op zijn eigen komischer, manier. Ja, komischer, grappiger. Ja, maar ja. Niet minder weird, niet minder scherp, niet minder hard. Jensen is ook dope, maar. Dat is een goede match eigenlijk. Ja, goede ja, match, ja. Allebei patch af voor allebei, man. Jensen heeft beter geperformd, was meer stabiel, meer consistent. Maar Links, zo'n boys waren echt van pen game of ja, zijn pen game is fire, man. Links heeft een koude pen game om u tegen te zeggen, man. Like for real. Ik hoor hier aan de linkerkant hoor ik dat. Je was het er wel mee eens. Ja. Hey, los van de Links en Krokker. Ja, zijn allebei. Beide moeten nog een beetje aangeschaafd worden. Want wat jij zegt, hij moet het erin houden. Je zag in die derde ronde dat Links een beetje afzakte. Ja. En dat moet hij dus. Ja. Die shit moet blijven punchen, weet je. Ja. En ik zeg je eerlijk, ik vind dat Bourgondische van Links vind ik vet, weet je. Soms is het een beetje te veel reachen, te veel op zoek naar, hey, kijk eens, ik ken deze poëet, artiest, ja. Dit en dat. En als je deze kent, soms is het iets te ver, maar ik vind het wel heel tof dat je nu een hele andere. Dit, zover ik weet hebben we dit nog niet gezien. Iemand die zulke lines dropt. Eigenlijk een beetje van, hé, luister dan, ga even zitten. Ik ga jou even opvoeden. Ik ga jou even leren wie Vincent van Gogh is. Wie fucking Bach is. Weet je, dat soort dingen. Dat vind ik heerlijk. En dat moet hij zeker erin houden. Want ik heb gemerkt bij Links. Links die heeft battle rap bestudeerd. Ja, moet wel. Hij heeft battle rap bestudeerd. Man. Internationale battle rap ook. Weet je waarom ik dat zie? In hoe heet dat? In Punch Out zie je heel weinig binnen één, zeg maar one-liners, waarvan je, ik kan er even niet op komen wat hij dropte, maar het was zo'n one-liner wat Disaster ook wel eens doet, weet je. Dat is fucking vet, jongen. Dat je gewoon maar twee woordjes zegt of zo, maar het is heel tof. Dat had Links. Ik kan me niet herinneren welke dat was, maar ja, de variaties van bars, setups. Het was niet steeds dezelfde bar, dezelfde setup, het varieerde, snap je? En je ziet daaraan dat deze man echt battle rap heeft bestudeerd. Hij heeft echt gekeken van wat doen deze gasten, hoe zitten hun schema's in elkaar, kan ik dat toepassen in Nederland? En dat heeft hij heel vet gedaan. Ik vind, ik heb als notitie geschreven fucking hard, vind ik ook echt. Krokker heeft meer dat dichterige. Mm-hmm. Krokker die ging even. Ja. Heel tof, El Diep dingen. Je weet toch, El Diep is een dichter. Heel erg heerlijk. Blijf dat doen. Hou dat ook erin, weet je, want dat is fucking tof. Dat is apart. Je wilt niet hetzelfde als iedereen.
Je wil niet diezelfde guy zijn, met alle respect naar iedereen. Je weet toch, maar hij heeft die dichter flow. Houd dat aan en blijf lekker jezelf. Ga het zelfs benadrukken, want dat is juist dope. Ik hoorde een lopende band afgerekend lijn van Krokken. Waar ik even nog props voor wil geven. Ja, hier is het van, hier wordt dan de lopende band met jou afgerekend. Ja, refereer het naar het einde Supermax. Snap je? Belachelijk. Hele dikke bek. Dus wat ik eigenlijk hieruit kan opmaken is dat jullie vinden wel dat zeg maar de punchline niveau in deze battle was... Het alles niveau, niet alleen punchline. Ik vind het gewoon complete plaatje. Punchline, delivery, rijmschema's, alles gewoon. Alles. Okay. Alles. Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar, want Kimo houdt de bars heel goed bij. De punchlines. Ja, Kimo. Ja, ik maak altijd wat aantekeningen, want ik ben een man van 34. Ik heb veel andere dingen ook in mijn hoofd zitten waar ik mee bezig ben altijd. En we zien zoveel battles achter elkaar, dat als ik het niet opschrijf, dan kom ik met zo'n verhaal van ik vond dit super tof. Maar ik weet niet precies wat. Zoals sommige shots fired. Zoals sommige shots fired. Nee, maar we zien een battle dadelijk hier. Ik vond dit ook een dope battle. Links had inderdaad een aantal bars. Iets van als een Playboy Bunny om prooi wordt of ga ik strikken of iets in die trant. Hij had wel een klein stambeltje in zijn eerste stukje. Hij ruimde ergens, ik weet niet meer precies wat de bar was, maar blijkt er niet te blijken. Moet je naar Fiction kijken, zoiets. Dus even een kleine shot gooide die eruit. Hij zei 1-0 tegen 1-0, net als binaire codes. Ja. Binaire codes, zoek het op, Google iets. Die is nice. Hij deed van, ja, je bent zo'n gangster, je loopt de rood alsof het niks is. Yeah. Dat vond ik nice. En inderdaad, hij zei iets van Vincent van Gogh. Dat was een open lijn, maar ik heb die lijn wel vaker. Ook vaker. Ja. Voor de rest, uit schema's, ook op het einde had hij wel weer een stumble. Dus links had iets meer stumble. Kleine SO naar Breakpower. Ik wil een shout-out doen naar Breakpower trouwens, die lijn. Zoals zeg ik overtuigd, ik mij van God nog zelfs aan horen. Ja, dankjewel. Ken je klassiekers? Dus Brain Line. Shout-out naar Breakpower. Shout-out naar Brain. Jansel Krokken, ik had hem nog nooit gezien. Maar die man stond er echt heerlijk inderdaad. Hij denkt van ik doe me. Niet alsof het ik doe is. Maar doe me. Ja, maar doe me. En hij heeft gewoon zijn eigen stijl. En ik ben het helemaal met Adi eens. Dat moet hij lekker vasthouden. Ja. Maar dat is tof. Dan hebben we gewoon verschillende cats rondlopen. Hij zegt van ik lijk wel een hippie. Maar hij noemt zich links. Dat vond ik nice gevonden. Het is raar dat hij even links koos. Nou, zijn voordag was als een poëet. Ook zijn woordgebruik vond ik nice. Het is niet vaak dat we battle MC's het woord schobbejak. Hij noemde Ike een schobbejak. Hij noemde Ike een schobbejak. De big boss. Dude, wat verdient ze? Niemand weet het. Ken je die shit van KJ? Nobody knows what it means. Maar een schobbejak is gewoon een beetje net als een schooier. Zidisch is het een beetje. Het is een beetje alsof ze schooien. De schobbejak is schobbejak. Het is een scheldwoord. Het is een scheldwoord, maar niet heel na. Nee, het is een beschaafde scheldwoord. Ben jij toch een schobbejak? Goh, wat kan je zeggen? Ben jij een opportunist? Hij kwam ook met die ik peer mijn banaan in de pruim van je zus. Die bracht hij ook heel lekker. Hele omschrijving. Dan mag het wel zo'n scheme. Maar dit is gewoon een bar. Dat is een zin. Ja, dat is een scheme is gewoon, laat me gewoon. Ik ga alle vrijheden op de noemen en ik ga het laten rijmen, maar eigenlijk zit er helemaal geen punchline. Er zit meer geen cool. En hij zegt, ja leuk, weet je, dat is associatief nog wat. Dat zo noemde hij associatief. Associatief. Dan gaat hij zo'n grappig verhaaltje ook over de markt, dat iets van 50 cent kapot gooit. Weet je wel? Ik heb het gekocht. Ik vond zijn stijl verfrissend en vernieuwend. Ja, duidelijk. Het is een beetje het hele andere stijl dan Giant, maar bijvoorbeeld toen Giant kwam, dacht ik ook van, oh, deze man doet ook weer iets anders. Hij heeft weer een andere stijl, weet je wel? En verfrissend. Dat is gewoon verfrissend, net als een watertje op smaak gebracht. Met limoen, komkommer. Dat is heel mooi. En, weet je, dus het is niet goed. Heel mooi. Maar gewoon lekker verfrissend, inderdaad. Dus het was een dope bed, man. Ik heb ervan genomen. Oké, heerlijk. Dan denk ik dat wij er zijn, toch? Dan gaan we de cijfers doen. Ja. Ik begin bij Excellent. Cijfers voor Jansel Krokker tegen Links. Links was niet clean op het einde. Zonde, want hij had echt hoog kunnen scoren. Hoog, serieus hoog gewoon. Maar ja, Jansel Krokker een 8,5 man. Oeh. Jawel man. Ja. Lekker. Gewoon omdat hij gewoon echt een frisse wind, niet doordenken, whatever, maar hij brengt een frisse wind in die shit. Wanneer wij try-outs doen, zeg ik altijd van, we gaan op zoek naar iets wat we nog niet hebben in BOB.
No fucking way dat we Jens de Klokker hadden, ever in Punch-Out. Niet seizoen 1, niet in de Next Gen, dus gewoon voor dat, gewoon props dat hij nog een stijl heeft weten te vinden die er nog niet was. Want er is al heel veel, is er al. Ja. Dus voor dat geef ik hem gewoon even een extra push gewoon. Geef ik hem 8,5 man gewoon. Om hem te motiveren om die stijl nog mooier te perfectioneren, nog meer eruit te halen en nog harder te komen volgende keer met zijn eigen frisse, bedachte stijl. Snap je? Dus 8,5 voor Jens de Klokker en een 8,1 voor Links, man. Ondanks hij niet clean was, ik moet hem respect geven voor die bars die hij heeft gedropt, man. Want dat zijn bars die je koude tanden breken en je blauw oog geven en een bloedneus en al die shit, man. Ja, man, dat zijn bars van deze man. Homemakers. Ja, man. Dat is, kijk, dat bedoel ik. Bij sommige boys die ik geen hoge cijfer gaf, maar ik zei van, dit mister, check wat Links heeft gedaan. Dit was er wel. Dat is wat er mist. Dit was er wel, wat bij sommigen wel miste. Je hebt allemaal dit, dat, zo, deliver, maar waar blijft dit? Links had dit, Mattie. Links had dit. Dat is wat ik zoek. Links had die rechts. Leaves. Let's go. Let's go, man. Let's go. Dus 8,1 voor Links, man. Ondanks hij niet 100% clean was. Als hij helemaal clean was, had ik hem misschien een leeg gegeven, broer. Dus 8,1 voor Links en een 8,5 voor Jenzo. Voor het vinden van een nieuwe stijl na twee koude seizoenen Punch-Out. Drie seizoenen bijna. Ik wou even. Ja, man. Adi, jouw cijfers voor Jenzo Krokker. Ik heb Jenzo Krokker ook een 8,5 gegeven. There you go. Je kijkt wel vaak bij mensen af, hè? Nee, andersom. Mensen kijken naar mij af. En dat begrijp ik. Alleen ik heb mijn Links heb ik een 9 gegeven. Dus ik heb toch Links. Ja, wow. Ja, ja. Ik vond Links, ja, maar, hey, ja. Ik vond Links iets heel verfrissends geven. Als een glaasje water met een limoen. En mint. Mint was mint. Limoen. Nee, man, ik zeg je eerlijk. Ik vind het heel dope. Ik vind het heel dope. Okay. Beide. En Jenzo Krokker heeft voor mij ook een heel hoog cijfer gekregen. Omdat hij moet nog iets bijschaven. Het is nog net niet. Ja. Maar Links ook, hoor. Links ook. Ja, allebei ruiten verbetering. Maar om zo goed te komen. Snap je? Broer, die boys komen net binnenrollen, broer. Ze komen op een level dat sommigen komen na een hele seizoen strijden, verbeteren, dit, dat. Deze boys rollen in op dat niveau. Waar anderen komen na een einde hele seizoen. Kan alleen maar. Dus waar deze boys eindigen, broer, ik weet niet, man. Maar er gaat een probleem worden. Broer. Hoeveel mensen nooit komen op dit level? Okay, dan. Na meerdere seizoenen. Nooit op dit level. Ik noem geen namen. There you go. Ik noem wel namen. Ik noem namelijk Kimo en ik wil jouw cijfers voor deze dag. Ik snap het enthousiasme van mijn collega's juryleden. Ik moet wel zeggen dat mijn enthousiasme een stuk gematigder is. Ik was heel erg verrast door de battle. Ik vind beide heren goed, dus ik krijg zeker een ruime voldoende beide. Maar ik geen geef wel. Nee. Ik geef Links, ik word sowieso vaak cijfernatie genoemd. Dus, cijfernatie. Ik geef een 6,5 voor Links. Wow. Ik zie zeker wat jullie benoemen, maar hij stond zowel in de eerste als de derde. Hij was niet clean. En een 6,5 is gewoon bijna een 7. Maar. Sorry. Ik vond die maar gewoon correct. Hij komt correct, hij kwam dood. Ja. Hij is zeker niet nep. En ik zag de potentie, maar dat moet hij nog een beetje uitkristalliseren. Tot gewoon iets puurs. Water, pistool. Zo houden we balans. Dat klinkt als Breaking Bad. Ja. Jens Krokker. Nou, die vond ik echt heel verfrissend. Die vond ik dope. Dat heb ik allemaal al gezegd. En hij krijgt van mij een mooie 7,5. Ik vond duidelijk een punt verschil. Ik ben ook echt heel erg enthousiast over deze battle, over deze guy. Maar negens, dat is het nog niet helemaal voor mij. Maar een 7,5 is bijna van de cijfernatie is bijna een 8. Dus doe je voordeel mee. Okay. Misschien is het iets Amsterdams, misschien is het iets Nieuwmarks, maar ik ben ook wat kritisch qua cijfers. A la Kimo. Omdat Links in de derde ronde nog een stambel had en een kleine choke. Voor de rest heel dope, heel goed met woorden, heel verfrissend. Hij heeft een 7 gekregen van mij. Jenzo Krokker een 7,5. Unieke stijl, wat extra wat we allemaal zeggen. Uniek binnen Punch-Out en kan nog heel veel entertainment verzorgen, denk ik. En alleen maar dope worden. Dus dit is de eerste battle van deze boys. Dat is echt... Ja, dat is ongelooflijk. De potentie die spat er vanaf. Ik kan niet wachten op hun volgende battle. Zoals ik ook niet kan wachten op de gemiddelde cijfers die je zo van mij gaat krijgen. En de cijfers zijn bekend. Jenzo Krokker is geëindigd op een hele mooie ronde 8.
En links een hele mooie 7.6. Natuurlijk zijn deze jurycijfers niet de enige cijfers die beslissen wie deze battle wint. Jij mag namelijk ook stemmen. Ga daarvoor naar www.punchoutbattles.nl. Breng je stem uit en daar kan je ook uiteindelijk zien wie er heeft gewonnen. Ik wil mijn juryleden bedanken aan mijn rechterkant Kimo en Excellent. Aan mijn linkerkant heb ik El Deep en Adi Montenegro. Mijn naam is Demo, maar dat wisten jullie al lang. En ik zie jullie bij de volgende Punch Out Battles, The Judgment.